Goedenavond, we zijn vanavond in de Postmonogram. Ja, vanavond stond in het teken van levensreddend handelen. In ons oefenblok van anderhalf jaar komt hij twee keer terug. Vanavond is de eerste keer en verderop komt hij nog een keer. Vanavond stond in het teken van de ABCD-methode. Dat is eigenlijk de scan die wij gebruiken. En de E, uiteraard. ABCDE-methode. Dat is een methode die we gebruiken om de vitale functies van slachtoffers snel te kunnen controleren. En uiteindelijk een soort van eerste triage te kunnen doen om uiteindelijk over te dragen aan de ambulance. Ja, klopt. Vanavond lag ook de nadruk op de stop de bloeden. Met bloedingen zijn we bezig geweest. We hebben daarbij behandeld een hoofdwond, hoe je die moet afdekken. Met een Israelian bandage. Waarbij je dus druk op de wond legt, waardoor het bloeden stopt. We hebben, nou die mag jij uitspreken. Het hemostatisch verband hebben we gebruikt om bij open wonden als het ware druk aan te brengen en uiteindelijk zorgen dat de wond gaat stollen. Hebben we gebruikt. En een tourniquet. Ja, en tourniquet. En op het laatst hebben we nog een estafette gedaan met tourniquets, waarbij we inderdaad zo snel mogelijk 6 tourniquets moesten aanbrengen op een pop met spijkerbroek. Ja, dat ging om snelheid. En dat is eigenlijk vooral wat we behandeld hebben. Ja, het was een deels opfrissen en ook wel weer nieuwe dingen gehoord, nieuwe inzichten. Dus een goede avond voor ons. Ja, en het mooie van was dat collega's van Ambulance Amsterdam, die kwamen het vertellen. En het is gewoon mooi om te zien dat ze de koppeling kunnen maken met de praktijk. Dat ze precies kunnen vertellen van, je komt normaal slachtoffers tegen vanuit brand of bij ongevallen en dergelijke. Dus dat was mooi om de koppeling te hebben met de praktijk. Ja, nou, dat was een korte samenvatting van deze avond. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.